Dennis on air. Ja, en morgen is een bijzondere dag in de geschiedenis. Morgen is het namelijk 20 jaar geleden dat de allerlaatste Elfstedentocht werd verreden. 1997. En het had niet heel veel gescheeld of de laatste Elfstedentocht, die van 4 januari 97, had een andere winnaar gekend. Henk Angenent nam het op het Slotermeer in een vroege kopgroep. In het donker, een verkeerde route daar. Hij besliste op het laatste moment om te keren. En dat was wel een bijzonder moment. En aan de telefoon, de man die ook een legendarische rit heeft gereden. Hij is een van de grote schaatshelden die ons land rijk is. Geef hem een warm welkom, Erik Hulsebos. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zo, Erik, je bent tweede geworden toen, hè? Even kijken hoor. Ja. Ja, dat heb je goed, ja. Dat is alweer lang geleden, maar ik kan me nog herinneren. Ja, is die pijn na 20 jaar een beetje gezakt dan, Erik? Want dat is toch... Dat was net aan, toch? Ja, natuurlijk. We hebben deze race zoveel wedstrijden. En Elfstedentocht is er ook één paar. En ja, dat is wel de allerbekendste. Dus als je dan maar net tweede wordt... Maar ik heb er geen pijn van ook eigenlijk helemaal doorgaan. Ik vond alleen maar geweldig dat ik die toch een keer mee heb gemaakt. Want ik ben 25 jaar marathonskaarser geweest. Ja. Elke dag hard trainen. En het is nu alweer 20 jaar dat er helemaal geen Elfstedentocht is geweest. Dus er komt waarschijnlijk ook een generatie die gewoon nog nooit geen Elfstedentocht meemaakt. Dus ik bedoel helemaal meer te zeggen, als je 26 bent en je bent volle pak schaarser, je komt een Elfstedentocht, dan mag je alleen maar tevreden zijn. Ja, wat je hem gewoon mee hebt gemaakt überhaupt. Ja, ik zag dat er morgen een interview wordt vrijgegeven met Henk Angenent. En die zegt, nou, die Elfstedentocht, ik zie hem nog wel een keer komen, ergens tussen 2020 en 2025. Ja, binnen is altijd gelijk, dus hij zal wel gelijk hebben. Ja, dat gaat lang duren, maar met global warming geloof je er nog een beetje in dat hij gaat komen een keer, Erik? Ja, nou ja, goed, het weer ziet er allemaal niet best uit de laatste jaren. Dus ja, maar je weet het niet. Nee. In 2012 ging je bijna door. Toen scheelde er niet veel aan. Kijk, en het heeft natuurlijk, de belangrijkste ding is natuurlijk, het moet vriezen. Ja. Maar het is ook een keer zo van, ja, als het vriest en het sneeuwt en het vriest en het waait, en dan komt er ook geen helft in. Dus alles moet meezitten. En ja, het kan wel een keer gebeuren. Maar dat maakt het Elfstedentocht natuurlijk ook zo bijzonder. We hebben het niet in de hand, zeg maar. Dat is ook zo mooi eraan, toch? Ja, en dat is ook maar goed hoor. Van anders was er elk jaar een Elfstedentocht. Dan is het ook niet meer speciaal. Maar nou mag je zo langzaam maar halen, dan moet je ook een keer komen. Ja, ja, dat zou het wel mooi zijn. Ik was vorige week aan skiën en er lag ook bijna geen sneeuw. En dan denk je ook van, we zijn op 3000 meter hoogte. En denk van, jongen. Dat was toch een boomvriespunt. Ja. Ja, zie je ook alleen maar die groene pistes. Dus dan denk je, jongens, waar komen we hier voor? Ja, wat is dit? En dan heb je alleen maar... Ja, maar dat is het hier. Het weer, hè. Je hebt er niks over te zeggen. Nee. Hey, Erik, wat denk je als... Stelde hij wordt bijvoorbeeld volgende week gereden, de Elfstedentocht. Wie zou er dan op dit moment in aanmerking komen om te winnen van de schaatsers in Nederland? Ik denk zelf dat Simon Schout... Zoiets type. Ja, dat is echt een Hollandse bikkel die hem dan gewoon op zijn naam kan schrijven. Ja, dat is echt een man die... Elfstedentocht is natuurlijk heel wat anders dan de marathonskaarsen op kunstijs. En dan heb je ploegentactiek en dit en dat. Maar Elfstedentocht moet je gewoon echt een dikke bikkel zijn. En nergens wat van aantrekken. En ploegentactiek, dat gaat niet meer werken en al die dingen. Dus het is een hele andere wedstrijd. Kun je met niks vergelijken. Dus dan moet je echt een beetje een persoon zijn van... Jongens... Vandaag de beurt erin. Dus tactisch is er bijna niks te doen. Dus en dat zie je nou veel bij wedstrijden. Zoals afgelopen 1 januari ook als Nederlands kampioenschap. Dan zie je toch ook, die haalt die terug en die brengt die weer terug. En die rijdt daar in de zacht. Maar met Elfstedentocht geldt dat allemaal niet. Dus dan komt het andere regels. We hebben echt andere regels. Dus ik denk, zoals je wel schouw, maar een Gary Heckman zou kunnen. Of een Jorrit Bergsma, dat is natuurlijk misschien wel de allergrootste favoriet. Want die man, die is gewoon zo waanzinnig goed. Ja, de oermens moet loskomen. Ga je morgen kijken om 4:15 in de ochtend naar de NOS, die het gaat uitzenden integraal? Nou, wat denk je zelf? Ik denk dat jij dan heerlijk op één oor ligt, Erik. Precies, en zo gaan we het doen. Hartstikke goed, dankjewel voor het interview. En ik wens je een hele mooie dag morgen. Oké, dankjewel. Hoi. Erik Hulsebos, tweede in tijdens die beruchte tocht der tochten 1997. Morgen 20 jaar geleden en kun je het opnieuw beleven op tv. Hier zijn de Red Hot Chili Peppers. Dit is Veronica.